Het is aan mij de eer om u allen welkom te heten in deze co-productie. Co-productie van BTC, om te beginnen. BTC Contour, Fietsje Groningen en Building. En een hele hoop partners vanuit ons consortium in oprichting rondom ketentransitie biobased bouwen. Van harte welkom allemaal. Voordat we van start gaan met het welkomstwoord van Maxime Verhagen, even een paar huishoudelijke mededelingen van mijn kant. Mijn naam is Rolf Koops, ik ben directeur van Building en ik ga proberen deze meeting in goede banen te leiden. En stipt om 3 uur af te sluiten, dat ook iedereen verder kan met het volgende deel van het programma van vandaag. Ik heet u welkom. Zoals gezegd, ook namens de provincie Groningen, het BTIC, maar ook namens het consortium in oprichting ketentransitie biobased bouwen. We zijn bezig met een groot voorstel voor het groeifonds onder aanvoering van de provincie Groningen in samenwerking met BTIC. Nou, dat is in behandeling, dus daar kunnen we niet al te veel over uitweiden. Maar ik wil wel graag benoemen dat collega Jan Buiten van de provincie Groningen en ook een aantal andere mensen van het consortium hier aanwezig zijn, waaronder ook Nick Boersma van Vereniging CPR Friesland. Dus het is niet alleen Groningen, maar het is een bredere beweging. Dan huishoudelijk. Het verzoek is om allen uw microfoon op mute te zetten. Als u bezwaar heeft tegen de opname, schakel dan uw beeld uit. We maken toch een opname, zodat mensen die vandaag niet kunnen het later ook kunnen terugzien op btc.nl. En als er tussentijds vragen of opmerkingen zijn, dan graag even via de chat. Voordat ik het woord geef aan Maxime, wij kregen helaas eergisteren het bericht dat Mirjam Wulsen vandaag niet live aanwezig kan zijn, wegens drukke bestuurlijke aangelegenheden. Daar kunt u zich wellicht iets bij voorstellen in Groningen. Maar zij heeft gisteren een videoboodschap opgenomen voor ons. En die gaan we straks tonen. Dus dat even vooraf. Dan wil ik nu graag door naar Maxime. En jou de gelegenheid om ook officieel deze meeting te openen. Aan jou het woord, Maxime. Hoi, dank je, Rolf. Ook namens het BTIC, het Bouwtechniek Innovatiecentrum en de BTIC-raad, het hele team wat erachter staat, wil ik jullie inderdaad ook allen van harte welkom heten bij deze BTIC on Tour. Het was natuurlijk de bedoeling dat we elkaar live zouden zien in Building, in het gebouw van Building in Groningen. Maar wij wisten niet helemaal zeker wat natuurlijk gisteren de persconferentie met betrekking tot corona zou betekenen. Dus we hebben toen uiteindelijk het zekere voor het onzekere genomen en besloten om deze sessie online te houden. We gaan in allerlei delen van het land gaan we deze BTIC on tour houden. Dit was de eerste. Die is dus online, maar de andere 5 sessies die zijn doorgeschoven naar maart en april. Dus als je benieuwd bent naar verdere ontwikkelingen in andere regio's, dan ben je ook daar van harte welkom. Die hebben we wel tot nu toe nog in ieder geval fysiek gepland. BTIC, Bouwtechniek Innovatiecentrum, dat is een publiek-privaat initiatief van een aantal ministeries. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en het ministerie van Economische Zaken. Kennisinstellingen, dus technische universiteiten, technische hogescholen en de brede bouwsector. Hè, dus van Bouw in Nederland, Techniek Nederland, tot en met NL Ingenieurs. Heel breed is die bouwsector daarin vertegenwoordigd. We hebben dat opgezet juist om innovaties, vernieuwingen in het ontwikkelen, in het bouwen, in het onderhouden te ondersteunen. En dat doen we door middel van een programmatische aanpak. Niet alleen gericht op verduurzaming, maar ook op circulariteit. En niet alleen op bouwen, maar ook op infrastructuur. Dus niet alleen op woningbouw, maar ook op infrastructuur. Dus heel breed.
En we willen dus eigenlijk praktisch toepasbare innovaties en kennis beschikbaar maken voor de hele sector, om daarmee ook die grote opgave waar we voor staan, op het punt van woningbouw, op het punt van infrastructuur, op het punt van verduurzamen, circulair ontwerpen en bouwen, beschikbaar te maken voor de hele sector. Nou, er is natuurlijk ook een hele grote vraag naar nieuwe materialen, nieuwe processen. Dus ik ben ook wel blij dat we deze sessie niet alleen met zicht op het koolzaadveld van Groningen hebben, maar dat we ook werkelijk aandacht gaan geven aan dat biobased bouwen en digitalisering. Een ander element waar we vandaag aandacht aan zullen schenken. Het zijn beide eigenlijk, zijn het denk ik wel randvoorwaarden om die transitie te kunnen gaan voortzetten. En ik ben heel benieuwd naar de manier waarop building hieraan werkt. Nou, het is duidelijk dat al die vernieuwingen, al die veranderingen, dat niemand dat alleen kan doen. We moeten dat ook samen doen, niet alleen als sector. Maar ik ben dus ook blij dat we ook in de komende regeerperiode, dat we ook financiële ondersteuning en anderszins ondersteuning vanuit de overheid, landelijke overheid, krijgen. In het nieuwe regeerakkoord is duidelijk verwezen dat het nieuwe kabinet dat deze ontwikkelingen echt wil stimuleren. En dus we worden dus ook in het komend jaar worden we onderdeel van het nationale topsectorenbeleid. Hè? Dus de triple helix samenwerking tussen overheid, onderzoekers en ondernemers. Nou, BTEC zal daarin ook een centrale rol gaan spelen. Dus we kunnen ook initiatieven nemen gestimuleerd vanuit dat topsectorenbeleid. En ik denk daarnaast niet alleen het initiatief wat we natuurlijk samen met Building genomen hebben met betrekking tot het groeifonds, maar we hebben ook andere, anderszins hebben we voorstellen bij dat nationale groeifonds aangeboden. En ik kijk er ook wel met vertrouwen naar uit. We weten het nog niet zeker wat daaruit gaat komen, maar vanuit dat nationale groeifonds moeten juist ook dit soort innovaties gesteund gaan worden. Nou, en ik denk dat ook heel veel leden of deelnemers aan deze sessie vandaag, dat die daar ook een actieve bijdrage aan geleverd hebben om dat tot een succes te maken. Dus ik kijk daar met veel plezier naar uit, maar ik kijk vooral ook met veel plezier naar uit naar deze sessie. Dus Rolf, ik geef jou weer het woord terug. Dankjewel, Maxime. Ja, zoals je zegt, er stond een prachtige zin, of er staat een prachtige zin in het regeerakkoord. We stimuleren nieuwe verdienmodellen zoals biobased bouwmaterialen. En dan volgt een uitweiding over de balans tussen allerlei ruimtelijke functies, energietransitie, landbouw, natuurontwikkeling, ook natuurlijk in het licht van de noodzaak van CO2-reductie, of liever gezegd CO2-vastlegging en de stikstofproblematiek, dus grote uitdagingen. We zijn ontzettend blij met de samenwerking met de provincie Groningen. En we hebben in de gedeputeerde Mirjam Wulfsen een bestuurder gevonden die met volle overgave hier ook mee aan de slag wil. En dat gaat ze nu aan jullie allemaal vertellen in een bijdrage. Goedemiddag. Dank dat ik hier mag spreken. Als portefeuillehouder met onder andere ruimtelijke ordening, cultuur en vrije tijdseconomie en digitalisering bij de provincie Groningen ben ik nauw betrokken bij gebiedsontwikkelingen en stimuleer daarbinnen vooral innovatie. En toen ik een paar jaar geleden via het ministerie van Economische Zaken en de Creative Industries in aanraking kwam met andere manieren van bouwen en de mogelijkheden die dat biedt, was ik snel gemotiveerd om daarmee aan de slag te gaan voor de provincie Groningen. Dus ik ben heel blij dat ik vandaag onderdeel mag uitmaken van dit mooie symposium. Ik begin met een citaat van Kim Putters. En hij schreef dat als voorwoord bij het rapport Bouwmeesters van het College van Rijksadviseurs. En ik vind zelf dat het tijdsgevricht waarin we leven hier mooi tot uitdrukking komt. Kim schreef: we staan op het grensvlak van een andere wijze van samenleven. Een ander type samenleving waarin informatie- en communicatietechnologie onze sociale en arbeidsrelaties meer sturen.
Een economie die duurzaam moet worden, waarin bedrijven nieuwe technologieën toepassen, andere kennis en deskundigheid nodig hebben en zich op nieuwe activiteiten gaan richten. Een wereld van meer open grenzen en internationalisering, waarin mensen gelijktijdig op zoek zijn naar een thuisgevoel in hun eigen omgeving of buurt. Een maatschappij die burgers voortdurend op hun eigen prestaties en gedrag aanspreekt, maar waarin ook een zoektocht gaande is naar rust, natuur en vrijheid. Einde citaat van Kim Putters. Ik vind het een heel inspirerend citaat en het verwoordt naar mijn idee precies het scharnierpunt in de tijd waarop we ons bevinden. Van informatietechnologie naar digitalisering, van het grote plaatje dat beschreven wordt, het globale en de veranderende verhoudingen. Ja, nieuwe activiteiten, data-gedreven werken, digitalisering, andere deskundigheid en andere samenwerkingsverbanden. Ook beschrijft het aan de andere kant het niet uit het oog verliezen van het menselijk aspect en onze menselijke behoeften. De mens als sociaal dier, die zich daar meer dan ooit, juist nu na 2 jaar pandemie, denk ik dat we dat allemaal wel ervaren, van bewust is. En van ons, als uitvinders, beslissers en overheden, vraagt, nee eigenlijk eist, daar heel goed rekening mee te houden. De mondige mens. De behoefte aan veiligheid, contact, thuisgevoel en een dak boven het hoofd in een mooie omgeving is groter dan ooit. Als je dat beseft en je werkt bij een overheid, dan laat je grote verantwoordelijkheid op je. Want die ruimte om ons heen, die staat onder grote druk. En we zoeken juist nu daar veiligheid en geborgenheid. Onze dagelijkse werkelijkheid, de wereld om ons heen, letterlijk, is natuurlijk niet van vandaag of morgen op te bestaan. En we mogen ons in deze regio gelukkig prijzen met het oudste cultuurlandschap van West-Europa. Met sporen van de zee, het getij en 25 eeuwen woningsgeschiedenis. 25 eeuwen. We hebben prachtige vergezichten, we hebben rust, we hebben duisternis, we hebben onze wieren, onze kastelen die we borgen noemen, dijken en polders. En we hebben bossen en ook een heel mooi coulisselandschap. Bijzondere tuinen, beeldbepalende boerderijen en ongekend mooie historische dorpjes. Ons cultureel erfgoed is enorm gevarieerd. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, mooie stads- en dorpsgezichten. We hebben zelfs 1600 archeologische monumenten en onze bekende slingertuinen. Deze cultuur-historische samenhang is eigenlijk de drager van onze identiteit en van ruimtelijke kwaliteit in de provincie. En staat die ruimtelijke kwaliteit nu op het spel als we het gaan hebben over bijvoorbeeld veel meer woningen, over bouwen, over landbouwtransitie, over energietransitie, natuurontwikkeling of economische ontwikkeling? Als we het hebben over een andere manier van bouwen. En wat betekent die omgeving eigenlijk voor ons? Diezelfde Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau die deed eerder een onderzoek, wetenschappelijk onderzoek naar geluk. En wat bleek nou uit dat onderzoek? Dat die directe omgeving waarin mensen geboren worden, waarin ze wonen, dus de huizen, het erfgoed, de taal, het landschap, de cultuur, de gewoontes, eigenlijk al datgene, dat bepaalt de mate waarin we gelukkig zijn. Juist deze zaken hebben grote invloed op ons geluksgevoel. Als je het goed beseft, betekent dus dat de directe omgeving maakt dat we ons thuis voelen, prettig voelen en mede bepaalt wie we zijn. Ze bepalen echt onze identiteit en verbinden ons met elkaar. Onze directe omgeving is eigenlijk de geluksbrenger. Daarom is het ook zo belangrijk en zo waardevol om je als overheid dat bewust te zijn. Ontwikkelingen die je mogelijk maakt, die bepalen in grote mate het geluksgevoel van inwoners. Nu, maar vooral in de toekomst. Als we inzoomen en onze directe omgeving nader beschouwen, dan zien we in onze eigen regio een grote stad. Onze hoofdstad, eigenlijk een regio Groningen-Assen. Een aantal kleine steden. En een hele reeks aan prachtige dorpen met schitterende historische kenmerken. De gemeente Groningen, de kleine steden in ons buitengebied, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze hebben een eigen karakteristiek en een eigen kracht, maar er is een hele belangrijke samenhang. En dat is dat pronkje wil met een gouden rand. Dat is de hoge kwaliteit die we hebben. Maar wat kenmerkt die regio dan precies? Binnen die constellatie van die stad en de kleine steden. En bij keuzes en nieuwe ontwikkelingen is het namelijk belangrijk dat we beseffen wie we zijn en waarom. Want dat maakt dat we bewust kunnen kiezen om bepaalde ontwikkelingen als overheid
met verantwoordelijkheid voor regionale economie en ruimtelijke ordening wel of niet te stimuleren? Wat zijn onze karakteristieken en hoe kunnen we die dan versterken? Hoe kunnen we de economische impulsen verenigen met onze kernkracht en de regio daarmee een betere economie bezorgen? En worden die ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden wel voldoende benut? Kun je een bijdrage leveren aan oplossingen die je lokaal nodig hebt, maar ook landelijk? Bijvoorbeeld voor het ontlasten van druk bevolkte stedelijke gebieden. Dat is voor de rol van ons in het noorden is dat natuurlijk belangrijk als speler. Voor alle partijen is het dus van belang dat die karakteristieken beter benut worden. De kracht van de regio, het eigene, sterkte de specialiteit, als die leidend is en goed ingezet wordt om het verdienvermogen te vergroten, dan komt het ten goede aan de brede welvaart in de hele regio en versterken we onze identiteit. Als die kracht van de regio dus de sleutel is tot het verbreden van de welvaart, en als geluk zo afhankelijk is van deze directe omgeving, is het heel belangrijk dat we weten wat die kracht is. Ik zeg u, wij in het noorden, wij zijn ruimtemakers. Wij zijn aanpakkers. Wij zijn innovators. Een groot deel van Groningen was vroeger water of overstroomdeel vaak, met fatale gevolgen voor mens en dier. Bijvoorbeeld in de grote stormvloed uit 1877. En er was 6 eeuwen lang strijd tegen het water. Groningers zijn aanpakkers en ze staken de handen flink uit de mouwen. Er werden gedurende 60 jaar dijken gebouwd en zo ontstonden er in het noordoosten uitgestrekte polders en het ons bekende platteland. En eigenlijk pas in 1986 was het laatste stukje dijk in Oldambt pas op deltahoogte. De ruimte waarom Groningen dus bekend staat, een deel van Groningen, hebben we dus grotendeels zelf gecreëerd. Geen dijk, geen land, geen leven. Dat staat niet voor niets op een bordje in het Oldambt, in het Gronings natuurlijk. En wat deden we met die vruchtbare gronden? Misschien heeft u ooit van hem gehoord. Karel Koenraad Geertsema, commissaris van de Koning, bankier, jurist en participant in landaanbinding. Samen met Rijnvis Veit richtte hij in 1876 een bankiersfirma op. En die firma die investeerde flink in de landbouw. De vruchtbare gronden die zijn natuurlijk uitstekend geschikt voor aardappels, graan en suikerbieten. En ons kenmerk als landbouwprovincie vindt zijn oorsprong hierin. Durfals, uitvinders en innovatieve mensen, die zijn daarbij essentieel. En dat is tot op de dag van vandaag heel belangrijk. Die ruimtemakers dus. Iets waar Willem Albert Scholte, de naam komt u vast bekend voor, wel raad mee wist. Hij was de stichter van de agro-industrie in Groningen. En als multinational avant la lettre trok hij door Europa tot in Rusland toe. Die lijn van de aardappelmeelfabrieken loopt rechtstreeks naar ons huidige landbouwbeleid. Naar vessenmeting, naar AVB, naar de hele keten. En daarmee kun je die lange lijn van innovatie en kracht zichtbaar maken. Ook de wieg van Geert Reinders stond in ons Groningen in de 19e eeuw. Hij was een veehandelaar en samen met Petrus Campus deed hij proeven met het inenten van koeien, met vaccineren, in Groningen. Hij geldt als de grondlegger van de immunologie. Op zijn werk is verder gebouwd en tot op de dag van vandaag profiteren we daar wereldwijd van. En tot slot kent u Sybrandus Strating, maar vooral kent u de apparaten die hij bouwde. Kent u de oer-Tesla? De eerste elektrische auto bouwde hij in 1835. Als we de geschiedenis van de recentere grote ontwikkelingen bekijken, kun je geruststellen dat we voortdurend een vooruitziende blik hebben en grote innovatieve mensen hebben voortgebracht. In Uithuizermeeden werd Johan van Veen geboren en hij wordt beschouwd als de vader van het Deltaplan. Hij was ook de bedenker van de Eemshaven, dat plan ontwierp hij. En we kunnen geruststellen dat het een hele tijd geduurd heeft voordat het een succes was. Maar zonder die gedurfde stappen hadden we nooit een bloeiende Eemshaven gehad en het industrieklussen dat ermee samenhangt. Denk bijvoorbeeld ook aan de lijn Delfzijl-Emmen. Het strekt verder dan die Eemshaven alleen. En we hebben zelfs recent het besluit genomen om de Eemshaven nog 1,5 keer zo groot te maken. Want we gaan de Oostpolder ontwikkelen voor bedrijvigheid. Vanuit ruimtelijke ontwikkeling heb ik als verantwoordelijk gedeputeerde deze keuze kunnen maken en die natuurlijk een gunstig effect moet hebben op de brede welvaart en onze kernkwaliteiten.
En het is fantastisch dat er dus aan de oorsprong zo'n innovator aan de grondslag ligt. Ook recent hebben we de ontwikkeling van de Blauwe Stad meegemaakt. Een zeer gedurfde gebiedsontwikkeling. In een krimpende regio is fundamenteel gekeken en gezocht naar een grote omkering. Dat heeft ook langer geduurd dan verwacht voordat het een succes werd. Maar dat het de goede keuze is geweest, die enorm veel kwaliteit van de omgeving, die enorm veel kwaliteit aan de omgeving heeft toegevoegd, ik denk dat dat voor iedereen die er naar kijkt duidelijk is. En er willen ook heel veel mensen wonen. Het wordt daar steeds mooier. Die kenmerken van onze omgeving, die vinden hun oorsprong in de combinatie van de kwaliteit en de kracht om er iets mee te doen. We kennen natuurlijk Mainpoort Rotterdam, we kennen Mainpoort Eindhoven. En wat zijn wij dan? Wij zijn die uitvinders en ruimtemakers, dat zijn wij. Wij zijn de Innovation Poort van Nederland. En hoe vertalen we die innovatieve kracht nu naar regionaal beleid en naar regionale grip op onze omgeving? Wat echt is en eigen en authentiek is haast eigenlijk altijd gelijk aan kracht. En het onderscheidt regio's van elkaar. Tenminste, als we ons het bewust zijn en we weten wat we zijn en we stralen dat ook uit en pakken het op als uitdaging. We weten wie we zijn, we weten waar onze kracht ligt in innoveren en we weten welke kwaliteit onze omgeving heeft en we weten ook waarom we daar gelukkig van worden. We kennen de samenhang. Hoe zetten we dit in zijn geheel nu om de brede welvaart hier en daarmee die van heel Nederland te vergroten? Hoe zetten we het in om een landelijk speler te zijn? Hier vormen we een belangrijke regionale speler. En met wie? Hoe benutten we onze kwaliteiten en ontwikkelen we ze verder en maken we als het ware een mooie nieuwe laag in ons landschap? Kijkend naar de bodem, de gronden en hoe we die hebben aangevuld en ontwikkeld, zien we, kort samengevat, graan en gas. En je zou dat kunnen vertalen als landbouw en energie. En kijkend naar de havens en de industriële clusters van Delfzijl tot Emmen, hebben we het over innovatie, over de chemie, over de vergroenende industrie. En als we kijken naar de samenhang tussen de tweede IT-stad van Nederland, de stad Groningen, en de Eemshaven, dan zijn we op het gebied van data en digitalisering echt een grote speler. En tot slot, we grenzen ook nog aan de belangrijkste handelspartner, Duitsland. De provincie Groningen die ziet zichzelf in dit samenspel als een partij die zich verhoudt tot het internationale, het nationale en het regionale veld. Het schaalniveau van de regio leent zich daarnaast uitstekend voor de grote opgave en dus ook voor het vergroten van onze brede welvaart. Ons landschap is altijd in beweging en we hoeven helemaal niet bang te zijn voor verandering. Wel is het zaak kansen te benutten en op een integrale manier samen te werken. Ons uitgangspunt in de ruimtelijke ordening is dat landschap. We zijn bezig met onze omgevingsvisie als provincie Groningen en hebben daarbij multifunctioneel ruimte gebruikt voor de bril. We moeten er immers zuinig mee omgaan. We willen meerwaarde creëren en kansen benutten. En we denken heel goed na over de inrichting van de provincie en het versterken van het economisch profiel. Dus als wij in de kern landbouw en energie zijn, dan is het verstandig om ons daar verder op te richten. We zijn het al, we ontwikkelen ons slechts verder. En als tweede digitale stad van Nederland herbergen, als we de tweede digitale stad van Nederland herbergen, is het ook goed om digitalisering verder te brengen, want daar zijn we sterk in. Dus als we de bouw willen veranderen, is het goed daar als overheid prikkels toe te geven. We versterken daarmee wat we al goed kunnen en we vullen de bestaande industrie en ketens aan. We kunnen dat stimuleren. Ik vind dat de provinciale overheid als grote gebiedsontwikkelaar hier een rol in moet spelen. We kunnen als overheid stimuleren, we kunnen ketens versterken, we kunnen richting geven aan bedrijven. Zij brengen partners samen en we kunnen als launch and customer het goede voorbeeld geven en de partijen uit het veld aan elkaar koppelen. Groningen als landbouw- en energieprovincie kan zichzelf versterken en nieuwe verdienmodellen voor boeren en industrie ontwikkelen. En die hebben we nodig, er komt best een tandje bij. Bosbouw, biobased bouwen en digitalisering, ze passen bij ons. Eigenlijk zijn ze een natuurlijk gevolg van wat we al waren. En wat te denken aan de inzet van andere bouwmaterialen in het kader van aardbevingsbestendig bouwen. Wij zijn gemotiveerd. We hebben veel hectares, we hebben al een hennepteelt, een hennepcluster.
We hebben een nieuw programma bos aanleggen als provincie Groningen. En we willen onze landbouw versterken. En belangrijker, dat wil het Rijk ook. Ook het Rijk ziet Groningen als een belangrijke landbouwprovincie. We zijn in staat om partners aan elkaar te binden. En we hebben zelfs al een groot nationaal consortium gebouwd. We staan klaar voor de biobased revolutie. Want de drive, die hebben we. Ik denk dat een moderne, een innoverende provincie netwerkend, regisserend en participerend moet zijn in dit tijdsgevricht. Innovaties worden namelijk altijd gerealiseerd door verschillende kwaliteiten bij elkaar te brengen. Dat hebben we zojuist aangetoond. Om door samen te werken en samen te creëren. En daarom is deze dag ook zo belangrijk voor de regio. En daarom is onze aanvraag bij het Groeifonds met dat grote consortium wellicht het begin van een nieuwe ontwikkeling in dit prachtige gebied en ver daarbuiten. De verbindende functie van de provinciale overheid komt volledig tot zijn recht als zij juist bedrijfsleven, private partijen, inwoners en andere overheden aan elkaar koppelt. Eigenlijk iedereen die vandaag aanwezig is bij dit mooie symposium. En dat is onze werkwijze. We weten in welk tijdsgevricht we ons bevinden. En dat is een tijd waarin grote veranderingen zich voltrekken. Waardoor juist onze behoeften aan geborgenheid, veiligheid en menselijke maat groot zijn. We hebben het over onze directe omgeving gehad, we hebben een aantal landschapskenmerken genoemd en we hebben bekeken wie we zijn. Onze directe omgeving is van groot belang voor ons geluksgevoel. En we hebben het gehad over de bijdrage die de regio's aan de welvaart kunnen geven en dat daarvoor regionaal beleid nodig is. Regionaal beleid betekent dat we meer invloed hebben op onze eigen omgeving. De kenmerken aan de ontstaansgeschiedenis van onze regio geven duidelijk aan waar onze krachten liggen. Dus wat we kunnen inzetten om de brede welvaart te verhogen. Want wij zijn immers die innovation force. Onze taak is de kernkrachten van de regio beter benutten. En het schaalniveau leent zich uitstekend voor deze opgave. En we moeten zelf mede de regie pakken. Dat doen we als netwerkende, participerende, coördinerende en stimulerende overheid. We maken afspraken, spreken met al onze partners en we delen het gezamenlijk belang. Ook vandaag doen wij dat samen. In volle overtuiging naar een nieuwe toekomst waar innovatie en geborgenheid samenkomen in de nieuwe gebouwen die we straks gaan maken. Dat was mijn bijdrage, dames en heren. En ik hoop dat ik u een beetje heb kunnen meenemen in het verhaal, in ons ontstaan, in de oorsprong en waarom dit zo belangrijk is en waarom wij zo gemotiveerd waren om die aanvraag bij het Groeifonds met al die partners te doen. We hebben ons enorm voor ingezet. Ik ben heel blij dat u er met z'n allen bent. En ik ben ook heel blij dat de techniek en de bouw hier is en dat zij ook willen innoveren, want dat is echt nodig. De volgende spreker is, naar ik begrepen heb, Maxime Verhagen. Ik had er graag bij willen zijn, maar ja, ik moet vandaag in de Staten spreken, dus daarom kijkt u nu naar een opname van mij. Maar Maxime, ik zou je ook willen vragen, ik heb die ontstaansgeschiedenis beschreven en ook de rol van de overheid. Jij vertegenwoordigt de bouw, de techniek en de innovatie. Hoe zie jij die samenwerking en die rol? Klopt het een beetje met hoe het vanuit het bedrijfsleven gedacht wordt over de rol van in dit gedeelte dan de provinciale overheid? Daar ben ik heel benieuwd naar en verder wens ik jullie allemaal een superleuke dag. Geniet ervan, heel veel plezier. Laten we samen opgaan naar een nieuwe toekomst. Dank u wel. Tot zover de bijdrage van Mirjam Wulsen. Zij heeft dingen in historisch perspectief geplaatst. Je zou bijna kunnen zeggen, alle zegen komt van boven. Dat zal Maxime ook aanspreken. Ze heeft het over graan en gas. Misschien wordt dat wel hennep en huizen. You never know. Maar de kern van haar verhaal is, ja, we moeten publiek-privaat hier samen in optrekken. Juist om de grote uitdagingen van onze tijd, woningnood, klimaatverandering, aantasting van natuur en landschap, om dat eigenlijk integraal aan te pakken. Maxime, mag ik jou vragen om een reactie op haar verhaal en haar slotvraag? Ja, dank. Ik denk dat het wel mooi is hoe ze aangeeft wat op een gegeven moment ook de kracht is van de regio. Op het punt van de combinatie van biobased en energie. Het
tegelijkertijd ook aangeeft op het punt van innovaties, digitalisering, wat voor een stappen de regio vooruit wil zetten. En wat ik denk met name van belang is in haar slotvraag, dat ik als geen ander van overtuigd ben dat we de grote uitdagingen waar we voor staan, dat we dat niet alleen kunnen oplossen. Dat kunnen we niet alleen als overheid oplossen, we kunnen het niet alleen als kennisinstellingen oplossen, als het gaat over toepassingen van die innovaties of van die techniek. En we kunnen het ook niet alleen als bedrijfsleven. En we zullen dus ook als brede sector, als bouwsector, zullen we niet alleen in de hele keten moeten samenwerken. Dus veel minder alleen bouw of alleen techniek of alleen engineering, maar veel meer juist die samenwerking door de hele keten moeten opzoeken. En tegelijkertijd zullen we ook op het punt van die innovaties die krachten moeten bundelen. En dat is dus niet alleen door middel van financiële ondersteuning vanuit de overheid, maar ook door middel van, wat zij zelf ook zegt, launch and customer. En dan moet je ook bereid zijn om inderdaad over grenzen heen te stappen. Ik zag ook in de chat zag ik een vraag komen. Ja, betekent dat dan ook dat als je dat doet, dat je dan ook over bepaalde regels heen stapt? Ik denk dat als je werkelijk launch and customer wil zijn... Dan neem je ook bepaalde risico's. Dan richt je je ook bijvoorbeeld op elementen die in de regio waar ze daar sterk in zijn. En ik denk dat we ook echt gezamenlijk moeten optrekken. Niet alleen binnen de regio, maar ook landelijk en regio. Dus dat is ook de reden waarom we bijvoorbeeld ook als BTIC gezamenlijk optrekken met de provincie, met Building in die aanvraag richting groeifonds. En we zullen dus ook als je kijkt naar de vraagstukken die we bij Building ondersteunen, kijken hoe we juist gezamenlijk die problemen waar we ook in de regio mee geconfronteerd worden, als het gaat over aardbevingbestendig bouwen, als het gaat over circulair bouwen, hoe we die samen kunnen oppakken. Nogmaals, we kunnen het niet alleen, we zullen het samen moeten doen. Die triple O, onderzoekers, ondernemers en overheid hebben elkaar nodig. Dus ik pak haar vraag op en die uitgestoken hand, en die neem ik graag aan. Dankjewel, mooie reactie. Ik ga nog even terugkomen inderdaad ook op die vraag naar welke rol kan nou de overheid erin spelen en kun je launch and customer zijn? Nou, in onze plannen met het consortium werken we met push en pull. Werken aan een beter aanbod, aan crossovers met de landbouw. Maar als de vraag niet geactiveerd wordt, ja, dan gaan we ook niet vliegen of bereiken we niet de beoogde versnelling. Ik wil even kijken of Jan Buiten, als het goed is, ben jij ook van de partij? Ja, we binnen. Mooi. Misschien kun jij hier ook even op ingaan. Hoe we in onze plannen die vraag bij overheden willen activeren. En welke partners we daar al in hebben gevonden. Ja, daar kan ik kort even op ingaan. Allereerst ondersteun ik natuurlijk de inzet die Mirjam neerlegt. We moeten het samen doen. En wat Maxime ook ondersteunt. Hoe wij dat in ons consortium doen. Allereerst is het natuurlijk al sprake van een consortium. Van... meerdere bedrijven, meerdere overheden, meerdere kennisinstellingen, die allemaal samen zeggen van we staan voor een grote maatschappelijke opgave, omdat zeg maar de CO2 en de nitraatuitstoot zo groot is dat we iets moeten doen in de landbouw. De CO2-vraag door de energie, intensiviteit van veel bouwmaterialen moet ook omlaag. Dus hier kunnen we een synergie gaan bereiken met biobased bouwen. Hoe wij dat gaan doen? Nou, daar hebben we natuurlijk een aantal field labs voor in de maak. Zowel op deelthema's voor onder andere digitalisering, maar ook nieuwe business cases. En we hebben field labs in de maak om dat bij elkaar te brengen in bouwprojecten. Van kleine omvang tot grote omvang. En wat jij net zegt, Rolf, is dat we natuurlijk die vraag moeten gaan activeren. Want veel opdrachtgevers... zijn nog niet helemaal klaar voor biobased bouwen. Hoewel we natuurlijk al de eerste omslag gaan zien. Dus wij willen ook gewoon
in praktijk voorbeelden laten zien dat het kan en dat we het ook samen kunnen. En wat Maxime net ook zegt van ja, we moeten samenwerken als keten. Veel bedrijven zitten nog op hun eigen eilandje, noem ik maar even, hun eigen product te maken. Maar we moeten nu samenwerken in ketens, samen modules verzinnen, samen nieuwe bouwvormen en nieuwe plantvorming gaan realiseren. En ook die digitalisering speelt daar natuurlijk een grote rol, daar gaan we straks waarschijnlijk meer van horen. Maar ik onderstreep dus wat Maxime zegt, we moeten het samen doen, want we kunnen alleen samen die opgave aanpakken. En ons groeifonds voorstel is in feite een voorstel van het consortium, waarbij al die partijen zeggen, we gaan het nu samen doen. Dus ik hoop dat het ook loskomt. Maar ook los van het groeifonds is er nu een drive bij al die partijen om ermee aan de gang te gaan. En dat vraagt tijd. Maar tegelijk is natuurlijk de woningbouwopgave en de bouwopgave in Nederland zodanig dat we daar nu wel heel snel mee aan de gang moeten. Dus ik hoop dat die drive vandaag ook zichtbaar wordt bij de deelnemers en dat we binnenkort aan de slag gaan. Maar uitgangspunt is, we moeten het samen doen. Ja. Hier wil ik het even bij laten. Dankjewel. Misschien een beetje open deur, maar dan moeten we ons wel realiseren. Elke transitie is weer barstig. Elke verandering heeft ook zijn hobbels. Iemand zegt ook in de chat van ja, echt samen, ja, is dat nou wel realistisch? Ik wil eigenlijk even in dit kader naar een grote opdrachtgever in de boeren. Volgens mij is Pieter Witsenburg ook aanwezig in de groep. Ja, ik ben directeur vastgoed van de grote woningcorporatie Le Vier, met veel bezit in Drenthe en Groningen. Pieter. Jullie opgave, ik las onlangs dat jullie al druk bezig zijn om hele grote delen van het bezit naar label A te brengen. Is daar dan ook plek voor, ik noem maar wat, biobased isolatiemateriaal? Is dat reëel? Hoe kijk je tegen die opgave aan? Wat is je reactie? Ja, ik vond een leuke bijdrage. En als ik even mag reageren op Jan, hè, die zegt ook sommige klanten zijn er nog niet klaar voor of het heeft niet de grootste prioriteit. En als je naar een corporatie zoals wij kijken, wij doen wel iets met biobased. Hè? We bouwen veel met hout en we hebben wel eens iets met hennep geprobeerd en we hebben wel eens iets met vlas geprobeerd. En we kijken wel met Dijkstra Druisma naar de leersdolders en renovatie. Maar het is allemaal nog in de pilotfase. Hè? Het is allemaal nog beginnend. En dat, elke innovatie is weer barstig. En ik denk dat je erbij moet zeggen, de prioriteit is nog niet op 100% bij de corporaties. En dan spreek ik met name even voor mezelf. De woningnood is enorm. Hè. We moeten enorm veel bouwen. Dus we bouwen veel en dat doen we heel veel met de bouwpartners. Maar het wordt steeds meer modulair en industrieel. Dus met de verwijderfabrieken, met de platformfabrieken, met de andere fabrieken. Die materialen zijn nog niet helemaal biobased. Hè. Dus dat is al een gemiste kans. Hè. Je zal ook moeten zorgen dat die grote bouwstromen waar we nu mee werken, dat die ook biobased worden. En als je kijkt naar ons tweede hot item wat we hebben, ja, dat is de energietransitie en het aanpakken van de energiearmoede. Nou, dat doen we dus al heel veel, maar ook nog op de traditionele manier. Hè. Dan werken we weer met de reguliere renovatiematerialen. En dat gaat ook snel. Hè. Dat zijn gigantisch grote batches. Maar dan gaan we alleen in kleine pilots met biobased materialen aan het werk. Hè. Dus je moet het integreren in de ketens, maar ik ben hier ook aanwezig om gewoon kennis op te doen en te kijken of het ook kunnen integreren. Maar als je naar heel veel corporaties nu kijkt, hè, dan zijn de belangrijkste doelstellingen, de hot items zijn snelheid van bouwen, aanpakken van energiearmoede. Ja, dan komt klimaatadaptie, circulair bouwen en misschien komt dan biobased. He, dus het is aan ons om te kijken of we dat hoger op de agenda kunnen krijgen met z'n allen. En ik ben ook heel benieuwd of ons dat lukt. Ja, nou, wij houden heel graag vanuit ons consortium juist ook contact met de corporaties. Ik denk zelf dat die opschaling die jij beschrijft, die gaande is in de bouw, dat dat juist ook kansen biedt om ook in biobased bouwen versneld op te schalen. Feit blijft natuurlijk dat je, ja, jullie moeten uiteraard uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor ook betaalbaar wonen. Dus de prijs is ook belangrijk. Nou, dat is natuurlijk ook een belangrijk ding in ons consortium. True pricing. Zorg dat je die milieukosten eigenlijk ook terugvindt in de prijs van het product. Daar is nog heel veel in te doen. Daar gaan we mee aan de slag. Tegelijkertijd, en dat is even het bruggetje naar Friesland.
Het is niet zo dat alle zegen alleen uit Groningen komt. Integendeel, we hebben ook hele sterke Friese partners aan boord. Wellicht dat straks nog even niet Boersma van Circulair Friesland aan het woord kan komen. Maar ik wil nu graag even de brug slaan naar naar Biocentrum. En de catwalk biobased materialen. Er is al ongelooflijk veel op de markt. Zoals Pieter net zei, vaak en soms in een pilot stadium. Maar ook al heel veel gewoon gangbare producten. En persoonlijk heb ik toch ook vaak het gevoel dat wat we niet kennen, dat gebruiken we niet. Daar moeten we echt wel stappen in maken. Vandaar met dank aan Biocentrum de catwalk biobased bouwen. Beste mensen, een catwalk van materialen, 11 stuks, die beschikbaar zijn. Die u morgen ook kunt bestellen. Gras als isolatiemateriaal. En dat zijn eigenlijk grassoorten die niet meer gebruikt worden voor veevoer. Bijvoorbeeld bermgras. De pollen en de reststoffen worden gescheiden. Een isolatiewaarde ongeveer vergelijkbaar met onze reguliere materialen. Cellulose. Basis is vermalen oude kranten. Voordeel van dit materiaal ook, je hebt maar één materiaal voor allerlei diktes. Het neemt ook altijd de vorm aan van de ruimte die je gaat inblazen. Het is een perfect materiaal. Cellulose. Komen we bij glasgranulaat. Gasschuimkorrels of schuimplaten is isolatiemateriaal op basis van gerecycled glas. En dat kun je gebruiken voor het isoleren van kelders, betonnen funderingen, zulke soort zaken. Het is eigenlijk geen biobased materiaal, want het groeit niet boven de grond. Het materiaal is glas, gerecycled glas, maar het werkt perfect. Komen we bij de hennep. Het groeit snel, kan zonder bestrijdingsmiddelen geplant worden. Hennep is verkrijgbaar in isolatie, zoals u ziet, in platen, maar ook in hennepblokken. Dus eigenlijk metselen met hennepblokken. Uitermate geschikt voor nieuwbouw, maar ook echt voor renovatie. Komen we bij de houtvezel. Echt een hardloper in de markt. Wat dus ook aangeeft dat het materiaal hoog gewaardeerd wordt. Ongeveer 90% hout, dus ecologisch en verantwoord product. Je kunt het eigenlijk ook teruggeven aan de natuur. Komen we bij kurk. Een 100% natuurproduct. Wij gebruiken regelmatig kurk om koude bruggen te voorkomen. Stalen balk in een houten wand. Nou, dan ga je het binnenin ga je hem isoleren met kurk. En het mooie van kurk is, het is vochtongevoelig. En daarnaast wordt het ook niet aangetast door ongedierte. Kom je nou in Frankrijk, België, dan zie je kurk aan de buitenkant op de gevel. Gestuukt of niet gestuukt, kurk. Mycelium. Vandaag misschien wel de meest onbekende. Isolatie met een hele chique naam, maar als basis schimmels, zwammen en paddenstoelen en dan eigenlijk de wortels daarvan. Het wordt toegepast als verpakkingsmateriaal, maar ook als akoestisch isolatiemateriaal. Mycelium, prachtig materiaal. Komen we bij schapenwol. Schapenwol is eigenlijk een van de weinige dierlijke vezels die we als isolatie gebruiken. Schapenwol heeft een hele sterke luchtzuiverende eigenschap. En dat komt door de stof die erin zit en dat heet keratine. Schapenwol. Iedereen kent stro. Nou, stro eigenlijk een oerisolatie. Stro die we als isolatie eigenlijk zo van het land kunnen halen en verwerken in constructie. Daarnaast vraagt stro natuurlijk ook zeer weinig primaire energie. En het wordt ook nog eens een keer onbewerkt toegepast. En primaire energie, dat wil zeggen energie, bijvoorbeeld bij zaaien, verwerking, transport, het kost heel weinig energie. Metisisolatie. Isolatie op basis van gerecyclede textielvezels. Ingezamelde kleding wordt gesorteerd en tot vezels verwerkt. En naast thermische isolaties ook een hoge akoestische waarde. Komen we uit bij vlas.
is eigenlijk een restmateriaal van korte vezels dat overblijft bij de productie van linnen. Het heeft net als alle andere natuurlijke isolatiematerialen eigenschappen die je merkt voor in de winter, in de zomer, voor het geluid en vocht en dergelijke. Vlasisolatie. Nou, dat was de catwalk. Ik weet, als het goed is Petra Boersma aanwezig. Hoi Ralf, ik ben hier. Ah. Nou, ik wil jou graag. Volgens mij hebben jullie binnenkort weer een ontzettend leuke vervolgbijeenkomst over biobased. Ja. Kun je dat iets over vertellen? Ja, de catwalk is eigenlijk zo positief ontvangen dat smaakte naar meer. Dus het kernteam Halbe Vrietstra, Ineke Lemmen en ikzelf hadden bedacht, we moeten misschien van niche naar mainstream proberen te komen. En nu gaan we de Week van de Circulaire Economie weer een congres organiseren. Een aftrap van Rijn Zwart en Foppe de Haan. En dan focussen we ons op de goede voorbeelden uit de woningbouwcorporaties. Die zijn ook van harte uitgenodigd, als mede natuurlijk de beleidsmakers. En we hebben een paar hele mooie voorbeelden uit de praktijk die we in dat programma laten zien. En als rode draad tussendoor hebben we met mbo-studenten, een aantal mbo's hier in het noorden, ook producten van Lisdorde materiaal in expositie. Dus daar kan men ook dan naartoe. Helemaal goed. Wel even inschrijven in verband met de aantallen. Ja, biocentrum in Oosterwolde. Als u daar nog niet geweest bent, ik kan het van harte aanbevelen. En je kan je aanmelden via biocentrum.nl, toch? Ja, op de website bij de agenda kan je het congres vinden. Inkopen Biobased heet deze. Ja, inkopen en inkoppen. Ja, correct. Dankjewel voor dit intermezzo. Beste mensen, ja, er komen heel veel materialen langs. Het ene materiaal is verder in zijn ontwikkeling dan het andere. Wat we in ieder geval nodig hebben over die materialen zijn data. Er zijn gevalideerde gegevens. Hè, over de isolatie-eigenschappen, de vochtregulering, de akoestiek, de brandwerendheid, nou, noem alles maar op. Nou, daar ligt natuurlijk ook een opgave. Een opgave voor ondernemers en kennisinstellingen om te testen en te valideren. En dat ligt ook te versnellen. Maar ook een opgave om al die data ook verder te krijgen in dat bouwproces. En ja, hoe gaan we dat doen? Kunnen we dat digitaal doen? Hoe werkt dat misschien wel in een soort van blockchain benadering? Vandaar dat wij professor Peter Russell hebben uitgenodigd om daar iets over te vertellen. Peter Russell is verbonden aan de TU, maar ook aan de universiteit in China. Heeft hij veel over gepubliceerd. He will do his talk in English, but he can understand Dutch. So any questions or remarks can be done in Dutch. And I would like to give the floor to Peter Russell. Thanks for inviting me. I'm going to maybe try and take a bit more of a mixed position here to explain some of the challenges that we have, but also which ones I think are worth pursuing. Maybe just a quick thing I have about myself. I'm a Canadian, so if you think I have a funny accent, that's why. I've had a career that spanned between computation, engineering, and architecture. And I did most of my career in Germany, came to the Netherlands about 7 years ago, and now have a new position to build a brand new school of architecture in Shenzhen, China, a small city of 8 million. And I'm digital since 1974. So I think I have some insight as to how digital processes can help us. I think the fundamental question to ask is what comes after digital? And this is important to know that digitization is not the goal in itself. It's only a tool. And we're well on the way to having systems that will allow us to be more energy and resource responsible. But we have to realize that
one of the things about the digital systems is that the intelligence they help us bring are only going to help us move further towards what I consider to be the last stage of this process, which is moving towards biological systems. The fact that it's almost halfway to 2050 and these goals we set ourselves to be 100% circular or climate neutral, CO2 neutral, we're slowly running out of time. And the things like COVID and other political upheaval can also make things more difficult. And that means that on one hand, one can think, okay, everything's going to be fine. We'll figure out how to do bio-based materials. But on the other hand, if you turn on the TV, it seems that there's chaos everywhere. And how can anyone concentrate on solving, let's say, CO2 reduced materials when there's just chaos everywhere? The hard fact is that we've agreed that we need to commit to the Paris climate agreements of keeping under 2 degree warming. We also know that the Earth will have probably another 2.5 billion people by 2050, which is a third more than we have now. And that all of those people will also want to have better lives. So we can probably estimate that we will have to have 100% more consumption or economic activity on top of everything. And if you add all those things up, it's not about being 10% more efficient, it's about being 1,000% more efficient. And the question is, okay, if it's that big a challenge, where can we make the biggest impact? And if you look at where greenhouse gases come from, I really like this chart because aviation is there at 1.5%. So forget the flight shame, we should be talking about steel shame or concrete shame. And if you zoom in, you can see that parts of this affect the construction industry. Two parts. One is running the buildings and one is building them. And if you add up the potential savings, it's actually the operation that's less of an impact than actually the construction and the maintenance and the use of the materials. So the real problem to solve is how to replace the CO2 producing materials that we're currently using. And I know the statistics are standard, everyone reads them out, that 40% of all the CO2 in production is either related to building buildings or running them. And whether it's 42 or 38% doesn't really matter. It basically means that the largest single piece of our human environment is caused through construction and our housing. And if we don't solve these problems, anything like finding electric airplanes is not going to really solve the problem. On top of that, we have this issue that the construction industry, according to many standards, including this most recent one from McKinsey, is one of the most inefficient industries in the world. We don't see any productivity growth, and that also translates then into human capital and being able to give people interesting and fulfilling jobs in the construction industry. And someone who's working in the automotive industry has transformed from being someone on a assembly line to being a mechatronic expert in electric car systems. And we need to be able to increase the intelligence of the workforce in the construction industry as much as we need to increase just the intelligence of our data systems. And this is an entirely in line with the sustainable development goals. And if you look at these, there's a bunch of them, these five, that are right in line with what we want to do. So politically, it should be possible to focus our attention and resources in order to be able to create a process where we can move through a digital system in order to learn how to do a biological system. And it all starts with IFCs. I'm sorry if I have to use this word BIM, but in fact, the way to make this system work is to have standards on how information flows from different actors at different stages in the life cycle of any project. And if we don't have those standards, then none of these arrows that all point to really fun technologies on the outer ring, none of them will work.
And that means that looking back towards the construction process, that if we look at the phases of a building and we look at whether it's being considered as ideas or information at the top or as the actual physical building, as we move through these phases, we start with the design, we go into the build, use, reuse phases. And what you see is that in order to do this properly, we need to have a continuous line in the digital part that is then going to allow what people call a digital twin to be able to parallel and learn from how we are actually managing our buildings, including even to the point of unbuilding them and taking them apart, recycling and reusing the different pieces. And these are going to need some different technologies, but they all point to a single thing. And that is that at the beginning, we need to define how we describe our buildings so that the information that we have, and whether it's on whether a hemp-based insulation was grown in this part of the world and then processed and used in a building in Groningen, or whether it's on the current temperature in an office building in Rotterdam. All of that information needs to have standards so that the different parts can speak to each other intelligently. And that's one of the biggest jobs of the BTIC, is to be able to get everyone to speak together in order to get that to work. Because if we don't have that, if we don't have everything tied to the industry foundation classes and a standard like BIM, then we're not going to be able to progress any further. I may sound like I'm just repeating myself over the last few years, but basically we need to have the courage to say, if we don't have those standards, then we shouldn't be building anything. Because if we can't keep track of the data that's coming in and out of our building projects, we're not going to be able to achieve the goals we want or even measure if we're even near them. If we want to measure how much CO2 a building is producing, then we need to have a way to describe how that CO2 gets into the products or how it's being used when we consume energy to heat or cool our buildings. One of the things about the BTIC, when we were first starting this about 3 or 4 years ago, and Hoop Kaiser knows this diagram very well, because we started to look at the construction industry and trying to build this matrix of different kinds of knowledge, different kinds of data, and different kinds of the activities over the life cycle of a building. And what we've been able to do is to identify in certain projects, for example, the Brainer project here in SNN in North Netherlands, run by building, is that we're trying to connect all of the competencies at the trade level and the SMEs, but also at the chemist level of the strategic planning of how to manage a company to move into a 100% digitized system. And this goes whether you are in design, where you're going to try and create flowcharts of how the information should flow into the design decisions that you make. This goes into the assembly, when you start to look at robotics on the construction site that will need to understand exactly where they are and what they are supposed to do in relation to the building at this stage on this day, or even to the building itself, in this case, a hospital in Rotterdam, that is hugely complex, but computers love complexity. So if we can define all of these things, and for example, this ductwork, and define it properly, then we can use things like artificial intelligence and machine learning to be able to create systems that can manage the complexity for us. We don't need to be the super intelligent people we think we are sometimes. We just need to be able to create the systems that will do that for us. And that means that buildings can then learn as we start to use them. They can watch and observe us. I know that a lot of people have issues about privacy, but the more the building knows, the better it can be. And anyone who has driven a Tesla and tried to use some of the automated driving features know that you basically have to trust the building or trust the car at some point. And the same we have to do with our buildings. We have to trust that they will make the right decisions on to be as energy and resource efficient as possible.
And on the topic of resource efficiency, I have here an example of a small prototype we built in Aachen that is 85% recycled. So the wood floors you see are old beams from the stadium in Aachen. And the polycarbonate facade is actually CDs that have been removed of their aluminum and then melted into larger panels. So we can basically say that for this project, 85% of the materials are either recycled or can be recycled. The only thing that we didn't use in this project was the structural timber, because our engineer would not sign off on old timber in order to get the building permit. All of this leads to the fact that if we're talking, we just saw the parade of materials, the bio-based materials. And I have some hard words for that, because pointing to insulation as a possible use for biomaterials is an easy one. And the harder jobs we need to go at, I want to just touch on right now. When we look at things like synthetic biology, and for those of you who've never seen the CRISPR gene, this is what it looks like. And this is basically a tool we now have in genetic engineering that allows us to cut and paste together different kinds of genes in order to recreate living materials. And this is super important if we're going to meet our climate goals. And climate goals come down to CO2. And if we look at concrete, basically 1 cubic meter of concrete results in 1,000 kilograms of CO2 being put into the atmosphere. And if you look at massive timber, it's almost 100% the opposite direction. 1 cubic meter of massive timber takes about 950 kilograms of CO2 out of the atmosphere and into the building. So our buildings then become a place where we can create negative, let's say, carbon footprint, or at least compensate for other places where we have to use concrete, for example, bridges and tunnels and things. And this means that I can imagine within the next 20 years that we will just legislate that any structure that is under 10 stories high should be made of massive timber, unless there's a very good reason, because otherwise we're just going to continue to put the CO2 into the atmosphere. And if you look at some of the work being done in synthetic biology right now, there's ways to combine some of the best qualities of, for example, oak and bamboo and mahogany to create new kinds of trees that grow faster and more efficiently and have the better structural qualities that we need in these buildings. If I go a little further, I might even say, well, why are we even cutting down the trees? If we have synthetic biology, we could just make buildings that are alive. And this is how we used to live when we first came out of the trees, so to speak. Trees are actually very resilient, and it might be possible to create biological systems, I'm gonna say some kind of tree-derived organism, that would be alive for the lifespan of the building. And then it can repair itself, it can fix itself, it can adapt to whatever is happening in the atmosphere. And even though this seems like science fiction, that only stays that way until someone sees a profit or a need to actually start doing the research in order to find the way to actually do this. And when we're talking about innovation, then I think we need to take a much bigger leap than looking at just different ways to make insulation for housing when we're talking about bio-based materials. And just one other little idea here. Right now, there's an idea that there will be peak copper in 2040. And that means that we're going to start running out of the stuff we make wires with. Well, we have wires in our hands and feet that work pretty well. They are a chemical electrical system we have in our neurons. They aren't as fast as copper, but if we're talking about sending signals around a building, we don't need to be at light speed. 25 meters per second, that's the speed that the signals pass in our own bodies, is probably fast enough. So if we were able, and this is a picture of growing human neurons on a substrate. So we're learning right now how to grow neurons on panels that we could then use within our buildings to transmit the information that we need in order for the buildings to
be intelligent and to react properly. And so we can imagine moving towards a biologically based information system for the building that will, much like our own neural system, learn by itself rather than being programmed in a certain way. And all of this to say that if we're going to continue to move on a digitization path, we also need to accept that the complexity is probably beyond our own abilities, but that we're probably able to create systems that with checks and balances will allow us to manage these wicked tasks that are in front of us. And just to remind you, we need to be 10 times better than we are right now, not just 10%, 1,000% better. And barring some kind of evolutionary breakthrough in how our own brains work, we're going to have to adopt some of these technologies. And we do need this capacity. There are going to be 2.5 billion more people. That means 12,000 buildings per day for the next 30 years are going to be needed on the planet. And we also need more architects, more engineers for this time. And to make the scale clear, Africa itself as a continent will have 1.2 billion more people in 25 years. And that's just about the equivalent to one time of the Netherlands every 6 months for the next 25 years. And someone might say, well, what does that mean for Groningen? Well, this is an export opportunity. If we can figure out how to make our construction industry that efficient, there is a lot of need for that in the world. And that means that all of the people in other parts of the world that don't have as many architects and engineers at their disposal are looking for help. And I think that once we as architects and engineers embrace the fact that we need help in the form of artificial intelligence, then we will be able in a position to help the rest of the world and make some money at it. So it's on one hand, it seems like a lot to worry about and a lot to digest. But if we are earnest about reaching our goals that we set for ourselves by 2050, then we have this responsibility to do this. And I'm showing here a ring that Canadian engineers get when they graduate. And this ring goes on the small finger of their writing or working hand. And it's just there to tap and catch on a piece of paper to remind the social and cultural responsibility that engineers have within society. And I think we almost need to issue these to our newest graduates to understand that it's not just about trying to make pretty buildings or be seen to be smart or clever. It's about actually finding solutions that will allow us to reach those climate goals. So in a nutshell, what I'm saying is that, first of all, if it's not digital, it doesn't exist in our society these days. And if architects and engineers are not 100% embraced in being a digital in their companies, they won't exist. The digitization is a given backbone of the built environment, and that this is just a learning curve for us to move on to biological systems. And that, so we need right now is leadership. There was an idea, is the government going to fund some innovation projects? That's the kind of leadership we need. But we also need courage to make some mistakes. And we also need to make sure that the people going into the education system right now are aware of the challenges, but also of how much fun it can be to solve them. And that's what I'm interested in doing. And I'm willing and wanting to discuss any of these ideas with you, either in the short time that's left to us or in the coming days, weeks, and months of the BTC on tour. Thanks for your attention. Veel dank voor de context, het belang van data en ook vooral ook de urgentie in de ontwikkeling. Ik pak er zelf even een paar dingen uit. Misschien dat daar ook vanuit de groep vragen of opmerkingen op zijn. Een van de dingen die mij opviel was, zeg van ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Biobased materiaal als isolatiemateriaal, maar dan moet je veel hoger liggen. Ook constructieve materialen, biocomposieten. En volgens mij hebben wij mensen van InnoDane ook in de groep.
die daar volgens mij druk mee zijn. Je hebt in ieder geval ook het biocomposite platform van NL Stenden in het consortium. Ja, klopt. Even kijken, wie hebben we daar? Mijn naam is Hans Nieuweneus, klopt. Hans, ja. Een reactie voor jou. Waar zijn jullie mee bezig als het gaat om die constructieve biocomposiet materiaal? Nou, we hebben op dit moment twee machines staan die dus biocomposiet kunnen maken. Dat zijn extrusiemachines. En die kunnen het maken van oud hout en oud plastic. Dat gewoon terugkomt van de huishoudens bijvoorbeeld. Er wordt dan PP uitgehaald voor ons. En die PP die werkt dan weer als een soort van lijm tussen de houtsnippers. En als het materiaal uit de machine komt, heeft het een duurzaamheid van ASOB. En daar kunnen we dus alle vormen in principe van maken. We hebben nu inmiddels een heel aantal matrijzen staan. En je kunt er dus gewoon mee bouwen als je wilt. Succes. En de, zeg maar even de, het punt van vertrouwen in de keten. Hè? Het punt wat Pieter ook maakte. Dus het, niet alleen het beschikbaar zijn van data over die spullen. En dat het doet wat het moet doen en zo. En dat het voldoet aan bouwbesluiten en al die dingen. Maar ook het vertrouwen. Wat is jullie ervaring daarmee als je de markt op gaat met dit soort vernieuwde producten? Nou, je merkt dat de bestaande dingen zoals nu altijd gegaan is, die zijn heel moeilijk te doorbreken. En je moet eigenlijk een nieuw soort van consortium gaan vormen, wat we nu ook gaan doen eigenlijk, om het vanaf begin tot eind te kunnen volbrengen als het ware. Ja. Je merkt gewoon, er zitten zoveel belangen in die ketens overal, dan kom je er haast niet tussen. Dat lukt thuis niet. Ja, dat sluit me. Heel veel dank, Hans. Wij spreken elkaar later. Ja, doen we. Dan wil ik eigenlijk nu terug naar de hele groep. En ook vooral even terug naar Maxime en de sprekers. Voor een soort van afrondende discussie. Die discussie is niet klaar. Dus in die zin is het niet afrondend. We beginnen pas. Ik zie dit meer als een start in een lange reeks van goede gesprekken en stappen voorwaarts. Een van de dingen die net ook langskwam, Maxime, is het belang van data en ook het belang van standaarden. Dat weten we natuurlijk al langer in de bouw, er wordt ook veel aan gedaan, maar kun je daar eens op reageren? Hoe ver zijn we daarin? Daar zijn we een beetje mee bezig. Om het maar eens even toch wat het enthousiasme of het optimisme een beetje te relativeren. Ik ben jaren geleden in het kader van BIM ben ik bezig geweest om een productencatalogus te maken. Een eenduidige productencatalogus waarbij de bouw hetzelfde het product op dezelfde naam gaf, om het maar heel simpel te zeggen, als bijvoorbeeld de technieksector. En dat is toen eigenlijk helemaal mislukt. Aangezien iedereen weer zijn eigen productencatalogus wilde houden. We hebben uiteindelijk, gelukkig is dat nu wel het geval, hè. Er is met betrekking tot BIM is één productencatalogus waarbij een aannemer hetzelfde naam geeft aan het product als iemand die uit de technieksector komt. Waardoor je in ieder geval als technici in eenzelfde BIM-model werkt. Hè? Ik bedoel, we kunnen dus ook gewoon de leidingen aanleggen, et cetera, in hetzelfde BIM-model als aannemer en als technici. Dus dat brengt faalkosten terug, et cetera. Maar het geeft wel aan hoe moeilijk het is. Als ik het gaat bijvoorbeeld over circulaire economie, daar zijn we met de bouwagenda bezig geweest. En toen kwam ook het punt van, ja, wat is circulair? He, gewoon puur de definitie wat we daar onder verstaan. En hebben we ook daar weer een materialenpaspoort te zeggen. Ja, Thomas Rauw die heeft al lang in het kader van het Madaster, heeft hij al lang een materialen paspoort. Gebruikt dat dan? Nee, het moet allemaal weer opnieuw ontwikkeld worden. Dus voordat je iedereen zeg maar op hetzelfde spoor hebt, dat kost toch meer moeite
dan je eigenlijk puur logisch gezien zou verwachten. Hè? Want we hebben er allemaal belang bij. Maar die data-uitwisseling is essentieel. Wij zijn dus ook bezig als Bouwend Nederland met de overheid. We hebben de DigiDeal Go gesloten. Om ook daar weer in duidelijkheid te krijgen. Maar ook de beschikbaarheid van data, om die uitruil van data, ownership of data. Dat is ook iets waar je natuurlijk wel van tevoren afspraken over moet maken, want anders of het wordt Wild West of niet, of iedereen houdt het voor zich. Hè, dus je moet daar toch stappen op zetten. Dat doen we wel als Bouwen Nederland, zijn we dat ook met de overheid vrij ver mee. Maar ik ben het op zich absoluut eens met Russell. Ook als hij zegt van ja, durf ook om eens fouten te maken. En het vraagt ook om digitaal leiderschap. Hè? Of een leiderschap om lef om die stappen te zetten. Je weet één ding zeker. Innovatie kan niet zonder mislukkingen. Als je per se geen risico wil lopen of per se geen mislukkingen wil hebben, dan doe je wat je deed. Nou, dan krijg je ook wat je had. Terwijl we weten één ding zeker, dat is die enorme maatschappelijke opgave die we hebben, die kunnen we niet realiseren zonder innovaties. En op het moment dat ik dus in het bouwbesluit of in aanbestedingen innovaties onmogelijk maak, of andere materialen onmogelijk maak, uitsluit, dan gaat er dus ook geen ontwikkeling plaatsvinden. En wat dat betreft, denk ik, hè, zeker als je bijvoorbeeld naar biobased materialen kijkt, die zouden in ieder geval onderdeel moeten kunnen zijn van de gereedschapskist waar ontwerpers, bouwers, opdrachtgevers uit kunnen putten. En ik zeg niet dat het alleen biobased moet zijn, of dat de heilige graal is, of wat dan ook. Maar op het moment dat je het al uitsluit, in je bouwbesluit bijvoorbeeld, ja, dan weet je zeker dat men die verder niet je ontwikkeling gaat doen. Dus ik denk, als we er nu niet aan beginnen, komt het nooit. Ik ben blij dat het kabinet op zich ook in het regeerakkoord nieuwe verdienmodellen zoals biobased bouwmaterialen in ieder geval genoemd heeft. Hè, waardoor je ook een incentive geeft om daar in ieder geval denkkracht op in te zetten. Om daarmee te gaan experimenteren. Om te kijken wat je kunt gebruiken. Want we hebben echt alles nodig. Dat zei Russell ook. We hebben echt alles nodig om überhaupt die doelstellingen te gaan halen. Dankjewel. Wat mij zelf nog boeit is de vraag, kijk, als we het hebben over innovatie en techniek, dan denken we vaak aan nieuwe spullen of nieuwe bouwmethodes. Maar ik denk ook dat we misschien wel in samenwerkingsmodellen moeten innoveren in onze sector. Ja, we hebben natuurlijk nog een vrij traditionele projectgerichte organisatie. Hè, met toch nog heel veel traditionele modellen, hè, met architecten en de hoofdaannemer enzovoort. En dus even weer een bruggetje ook naar onze vrienden in Friesland. Even naar Nick Boersma van Vereniging Circulair Friesland. Nick, are you there? Ik ben hier, Robert, ja, zeker. Maar waar ik even naartoe wil, is het punt van de nieuwe verdienmodellen. Ik weet dat jullie een fantastische samenwerking hebben met een aantal partijen die zowel met de boeren bezig zijn in de teelt, als ook met een fabriek, als ook met de afzet. En dat het ook de bedoeling is om een soort van keten, maar al het gras voor jouw voeten weg, realiseer ik me nu, maar... het idee van true pricing en dat je met ketencertificaten ook weer nieuwe geldstromen terug de keten in kunt zetten. Kun je daar iets over vertellen? Ja, daar wordt inderdaad hard aan gewerkt. Hè? Dat is nog ja, in de groei, zeg maar. Hè? Dus, maar steeds meer toewerken naar het beprijzen, denk ik, van het CO2-opslag die je kan doen met biobased bouwen. Kan zeker leiden tot nieuwe verdienmodellen. En waar we op dit moment in Friesland mee bezig zijn, is inderdaad een soort ketensamenwerking aan het bouwen. Van boer tot aannemer en opdrachtgever. Ook de gemeente Leeuwarden zit daar onder andere bij. En de twee aannemers Lond en Jortsma en Green Inclusive voor de vezelhennep. En die hele keten ziet eigenlijk winst om dat samen op te pakken.
En dus de teelt te stimuleren van dergelijke producten. Maar waar het meestal begint is de vraag. Hè? Dus de vraag om dit soort producten en niet in pilots, maar echt in grootschalige projecten. Dat gemeente Leeuwarden pakt dat nu enorm serieus op. In de eerste plaats nu met isolatiemateriaal. Want we willen dat verder gaan uitbouwen. Tot echt het breed stimuleren van biobased bouwen. Ze zijn ook onderdeel van onder andere de City Deal biobased en industrieel bouwen. En een mooie samenwerking, denk ik, die ook echt kan leiden tot versnelling hier in heel Nederland. En dat lijkt te gaan slagen. Dus men is in die zin zo enthousiast dat inderdaad we ook kijken of we de verwerking ook regionaal kunnen doen. En dus ook een voor de Friese vezelhennep bijvoorbeeld een fabriek te bouwen. Waarop we ook de vraag kunnen voorzien in de regio. Dus dat is echt gaaf. Ja. Misschien aardig. Maar er zijn ook mensen van LTO aanwezig. Even te kijken. Paul Bos, is die van de partij? Of Gerard Noordhof? Paul, ben jij binnen? Ja, ik ben binnen, maar mijn collega Gerard Noordhof is er ook. Jullie zijn ook partner in ons consortium en oprichting. Ja. Ongelooflijk belangrijk dat we niet alleen naar die bouwkolom kijken, maar ook naar de toelevering en de origine. Als jij dit nou allemaal aanhoort, wat is dan jouw reactie vanuit LTO? Denk jij dat jouw achterban hier open voor staat om meer te gaan doen met listholders en herhulp? Om te beginnen denk ik van, we zijn niet de enigen die voor een transitie staan. Nee, precies. wat ligt een vergrootglas op landbouw? Dus ik zou jullie sector toch gunnen om daar nog even in de luwte te kunnen blijven. Natuurlijk, iedereen beleeft dat natuurlijk weer op zijn eigen manier. Ik herken het transitie. Wij zijn ook druk bezig. En zo zijn wij bijvoorbeeld ook bezig binnen Fascinating om te kijken, kunnen wij ook nieuwe eiwitgewassen trainen? Want, ik pak het even als voorbeeld, eiwitgewassen die halen het eiwit elders van de planeet. Nou, dat is natuurlijk niet het meest duurzame. Kunnen we nou niet innovatie aanjagen om een nieuw gewas neer te zetten, wat ook mee kan helpen om als vierde gewas in het bouwplan, waardoor dus ook de kwaliteit van de bodem weer verbetert. Nou, en daar zie ik een hele mooie crossover. Wij zijn aan het onderzoeken, wat voor eiwitgewas zou je nou kunnen pakken? Terwijl jullie eigenlijk aan het onderzoeken zijn, kunnen we nou niet vezels gebruiken? En we zagen net ook al even in de demonstratie dat vele vezels mogelijk zijn. Moet ik het even goed zeggen, maar volgens mij waren wij ook bijvoorbeeld, niet helemaal scherp meer, maar dat we bijvoorbeeld juist vlas aan het experimenteren waren als eiwit. Ja, dan hebben wij zeg maar de vezel niet nodig. Maar die zouden jullie weer heel goed kunnen gebruiken. Dus ja, ik denk zeker, en voor ons, voor de leden, is het ook gewoon super belangrijk om een verdienmodel te hebben. We moeten steeds meer duurzamer leven. Dat willen we ook graag. Maar we zitten ook met z'n allen klem in een race to the bottom. En als wij nou zoiets slims zouden kunnen innoveren, dat wij aan de ene kant dus meer eiwit van eigen land telen, daarmee duurzamer en een vierde gewas, en vervolgens kunnen we ook nog dat meer vierkant verwaarden. Ik bedenk nu ook maar gewoon, maar we zagen net ook al wat hele creatieve ideeën voorbij komen, die gingen nog wat verder dan dit. Dan denk ik, nou, dat was voor ons wel een belangrijke reden om aan te sluiten. En van te kijken, wat kunnen we nou met elkaar doen? Kunnen we elkaar nu helpen in de transities die we gezamenlijk moeten maken? Nou ja, dank daarvoor. Ik vind dat een fantastisch perspectief. En ik snap je zorg. Je noemde al het vergrootglas. Tegelijkertijd denk ik dat er ook kansen liggen. Juist in die crossover. Daar is nog wel heel veel voor nodig, maar daar gaan we gewoon met z'n allen mee aan de slag. Ik vind het overigens een prachtige term, vierkant verwaarden. Die ga ik vaker gebruiken. Die komt die heb ik van de de slagersbranche, daar waar het varken wordt vierkant verwaard. Dus okay. Daar hebben wij helemaal geen idee van, maar
Wij denken alleen aan de lekkere carbonaatjes, maar zeg maar alles van het varken wordt gebruikt. Het is natuurlijk wel het passend beeld ook op onze uitdaging. Nou, we hebben grote woningopgave. Veel mensen zeggen, ja, maar ja, Noorden heeft rust en ruimte, moeten we vooral zo houden. Nou, ik denk zelf dat er nog best wat bij kan, mits we dat natuurinclusief en klimaatadaptief doen. Nou, als je dan kan werken met biobased spullen die je zelf ook nog kan telen en waar ook de boer een fatsoenlijke prijs voor krijgt, ja, dan sla je eigenlijk drie vliegen in één klap. Dan heb je een economisch model. Je bouwt in met respect voor je omgeving en de historie, zoals Miriam Wils ook zei. En, nou ja, goed, veel om aan te werken. We gaan richting een afronding. Ik zou eens even kijken op de chat of er nog prangende vragen zijn. Die kunt u ook altijd nog na afloop aan ons mailen of daar even contact over opnemen. Is er nog iemand met een prangende vraag? Dan is daar nu de gelegenheid voor. Zo niet, dan wil ik graag ook afsluiten met Maxime. Dank voor jouw aanwezigheid hier. Nou, dit moet jou toch als muziek in de oren klinken. Al die belangen die bij elkaar moeten komen. Hè? Ook het landbouwbelang. Ik heb net gezegd, van, ja, de boeren die hebben het zwaar. Nou, ik denk dat de bouw het ook best pittig heeft met de stikstofcrisis. Dus ook daar ja, een taak in de belangbehartiging. Maar ik denk ook toch vooral een geweldige job met z'n allen om te kijken hoe we daar nou integraal uit kunnen komen. Ik geef jou graag het... Overigens hebben we samen met LTO en natuurorganisaties ook een mooi plan neergelegd bij het kabinet om de stikstofuitstoot, om die fors te reduceren. En tegelijkertijd dus wel eigenlijk drie vliegen in één klap te slaan. Namelijk 1 natuurverbetering, 2 duurzaam perspectief voor de landbouwsector en 3 ruimte voor de bouw om weer te bouwen en wegen aan te leggen. Dus ik hoop ook dat het nieuwe kabinet daar snel werk mee gaat maken en niet weer ook hier zeg maar het betere de vijand van het goede te laten zijn en zolang weer door te blijven oha'en dat we het probleem eigenlijk alleen maar groter maken. Nou kijk, ook hier kijken van hoe kun je inderdaad 2 vliegen in één klap slaan, hoe kun je zeg maar de agrarische potentie, ook op het punt van biobased, hoe kun je die gebruiken voor de uitdagingen waar we als bouw voor staan. Hè? CO2 opslaan in plaats van uit te stoten, biobased industrie een boost te geven, dat lijkt mij op zich, lijkt me dat absoluut potentie hebben. We kunnen ook niet heen om de potentie van biobased. Dat hebben we ook nodig, ook als het gaat over bijvoorbeeld isolatie. Dus initiatieven zoals we die in Groningen zien, die hebben we hard nodig. Ik zeg niet exclusief, hè, want er zullen ook altijd andere alternatieven moeten zijn. Maar we hebben echt alle hands aan dek nodig om die uitdagingen aan te gaan. Dus ook dit is een goed initiatief wat we moeten omarmen. Tweede punt wat ik wel nog even wil maken in dit kader is, je moet het ook wel in zijn totaliteit bekijken. Hè. Op het moment dat ik allerlei grondstoffen ga verbouwen voor de bouw, grootschalig, waardoor ik geen ruimte meer heb voor voedselproductie. Ik bedoel, al die miljarden van de wereldbevolking, die moeten ook gevoed worden. Dus we moeten tegelijkertijd ook niet het ene laten leiden tot een probleem op het andere treden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld zegt van ja, ik ga alles isoleren met wol. En ik moet daar allemaal duizenden extra schapen voor laten rondlopen. Dan heb ik mijn stikstofprobleem niet opgelost. Integendeel, dan krijg ik dat weer. Hè. Dus we moeten ook een beetje kijken, wat is de totale effect van een keuze die je maakt. Hè. Dus die weging, dus dan moeten we ook hier wat integraler denken. Maar nogmaals, we kunnen niet om de potentie van biobased heen. En ik hoop dat we juist ook hierop als bouw en landbouw
maar ook juist ook samen met de kennisinstellingen kunnen komen tot nieuwe initiatieven en nieuwe innovatieve oplossingen. Dank je. Veel dank. Mooie afsluiting. Voordat ik afscheid ga nemen, nog een praktische aanbeveling. Schrijft u zich allen in voor de nieuwsbrief van BTIC. Dat kan via btic.nu. En mocht u meer willen weten over het consortium Ketentransitie Biobased Bouwen, of heeft u interesse om mee te gaan doen, dan kunt u bij ons terecht bij Building en eventueel bij de partners. Maar gaat u dan naar building.nl of benader mij daarvoor en dan gaan we daar graag over in gesprek. Voor nu heel veel dank voor uw aanwezigheid en uw aandacht. Heel veel dank voor de collega's van BTC en mijn eigen collega Josine om dit mogelijk te maken. Ik wens u een hele prettige middag en graag toch spoedig ziens.